Vroeger was alles beter. Maar hoe lang geleden moest je dan denken? Nu denk jij misschien dat het leven begin 2010 beter was. Maar de grap is, mensen vroeger dachten dat vroeger ook alles beter was. De jaren 50, een tijd waar met enige weemoed naar wordt teruggekeken. En in de jaren 30 keken ze jaloers naar de roerige jaren 20. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met hoe ons brein herinneringen opslaat en vervormt. Ik ben Henry Otgaar, rechtspsycholoog, en ik laat je zien waarom je herinneringen aan vroeger niet altijd hoeven te kloppen. Om te begrijpen hoe dit zit, moet je kort uitleggen hoe je geheugen werkt. Mensen denken vaak dat onze herinneringen foto's zijn, zoals deze foto van een verjaardagsfeest. Maar dat is precies niet hoe het werkt. Een fotografisch geheugen bestaat niet. Ons geheugen maakt eerder een soort reconstructie en is verre van perfect. En in die reconstructie zitten vooral dingen die ons opvallen. Bovendien valt een deel van onze herinneringen weg. Er komen dus gaten in je herinnering. Jouw herinnering is dus geen exacte kopie van wat je hebt meegemaakt. Dat komt door de hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van onze herinneringen. Als een gebeurtenis binnenkomt, legt hij een soort route af in onze brein. Je zintuigen voelen, horen, ruiken wat er gebeurt en sturen razendsnel signalen door ons hele brein. Als we een emotionele gebeurtenis meemaken, komt hij langs de amygdala. De amygdala is betrokken bij het verwerken van je emoties. En een gebeurtenis die je raakt, wordt daardoor sterker opgeslagen in je brein. Ook zullen daardoor emotionele details en levendigheid beter worden onthouden. Dat is evolutionair gezien ook wel logisch. Emotionele herinneringen zijn voordelig voor onze overleving. Weten dat een tijger gevaarlijk is en dat we niet alleen op pad moeten gaan in de jungle, is een wijze les. Ook de hippocampus is betrokken bij het verwerken van herinneringen. Zie het als een soort filter. Als je iets meemaakt, bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, selecteert je brein wat je relevant vindt en niet. Die filter bepaalt eigenlijk wat wel en niet op de foto komt. De dingen die je opvallen, stuurt je hippocampus naar de rest van je brein. Zo je langetermijngeheugen in. Dat opslaan gebeurt in de cortex. Dat is zeg maar de buitenste laag van ons brein. Onze herinneringen liggen dus verspreid over ons brein. Dat is evolutionair gezien ook wel logisch. Stel je hebt schade en één deel van je hersenen, dan betekent dat niet dat je meteen al je herinneringen kwijt bent. Daarom hebben mensen met dementie of Alzheimer soms moeite met oude herinneringen op te halen, terwijl sommige mensen weer moeite hebben om nieuwe dingen te onthouden. Als je een herinnering weer wilt ophalen uit je cortex, dan gaat dat weer langs hippocampus, die filter. En dan gaan vooral details naar boven komen die een impact op je hebben gehad, zoals bijvoorbeeld het groene haar van Loes. Des te meer tijd verstrijkt, des te meer gaten in je reconstructie komen. De details vervagen van je herinneringen en de randen verdwijnen naarmate de tijd verstrijkt. Je brein vult die gaten automatisch in. En die vult hij automatisch in door verwachtingen die we hebben zoals het normaal gaat. Bijvoorbeeld Bas, die drinkt eigenlijk altijd een biertje. Dus automatisch vult ons brein de herinnering in waardoor Bas weer een biertje drinkt. Dat komt omdat ons brein associatief werkt. En die associaties die hebben we door alle kennis en ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan. Hoe vaker je een herinnering ophaalt met je vrienden of als je een anekdote vertelt, hoe vaker die herinnering weer door de filter van de hippocampus gaat. En iedere keer worden die belangrijke details herhaald, waardoor ze kunnen worden uitvergroot en zelfs worden ingekleurd. Er waren bijvoorbeeld veel meer mensen en het feest was nog gekker. En die herinnering is dan weer heel anders dan de realiteit. En die gekleurde herinnering wordt dan weer stevig opgeslagen in je langetermijngeheugen. Herinneringen die een emotionele lading hebben, zijn ook de herinneringen waar we het vaakst over nadenken. En dat zijn vooral herinneringen die positief zijn, zoals een herinnering aan een verjaardagsfeestje. We hebben doorgaans meer positieve herinneringen dan negatieve herinneringen. Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die voornamelijk negatieve herinneringen ophalen. Bijvoorbeeld mensen die depressief zijn of posttraumatische stressstoornis hebben. Nou, waarom denken mensen dat het vroeger allemaal beter was? De meeste mensen herinneren zich voornamelijk veel uit hun puberteit en studietijd. Want dan heb je voornamelijk herinneringen die emotioneel geladen zijn. Je hebt veel nieuwe ervaringen, je maakt veel dingen voor het eerst mee. En daardoor sla je ze beter op. Dat heet ook wel het primacy effect. En hoe ouder je wordt, des te meer tijd je hebt om je herinneringen te herhalen. En hoe vaker je een herinnering herhaalt, hoe beter die herinnering wordt opgeslagen in je langetermijngeheugen. Hierdoor kan je herinnering mooier lijken dan die daadwerkelijk was. Daarom zeggen mensen vaak, mijn studententijd was geweldig of vroeger was alles beter. In
Kan de wetenschap zonder dierproeven? Ik ben Ellen, biomedisch wetenschapper. En in de volgende aflevering vertel ik waarom we ze nodig hebben, maar ook hoe het anders kan.